Hoe kan het dat genen niet de bepalende factor zijn voor jouw gezondheid? Nou, Epigenetica biedt hiervoor meer perspectief. Laten we in deze video kijken hoe dat precies zit en hoe epigenetica precies werkt, zodat je ja, meer over leert. Hey, het is Jeroen hier van terug naar natuur.nl en in deze video leg ik je dus uit wat epigenetica precies is, uh, waar het voor staat en. Hoe het nou komt, dat je genen eigenlijk niet bepalend zijn of jij wel of niet gezond zal blijven in het latere leven. Nou, epigenetica. Het is een hele mooie term. Mag je gelijk vergeten, maar ik uh, noem het toch even op. Het betekent namelijk uh, sturing boven de genen uit. Dus uh, ja, de conventionele wetenschap, een beetje ouderwetse wetenschap. Die, is, uh, die was ervan overtuigd dat de genen de bepalende factor zijn uh, of jij wel of niet gezond zal zijn. En dat er uh, ziektegenen zijn. En dat die uh, zullen bepalen of je op je vijftigste dood zal zijn. Of dat je eenzaam zal zijn. Of dat je altijd ongelukkig leven zal leiden. Dat je altijd maar, uh, ja, weet ik veel wat, allerlei labels uh, zou hebben. Dat je dit en dit en dat wel niet zou zijn. Terwijl het allemaal één grote. Uh, Mooi schijnverhaal is, want het klopt niet. Want Epigenetica laat het heel mooi zien, want er bestaat nog iets anders dan genen. En dat is sturing boven de genen uit. En nou, wat betekent dat precies? Nou, wat, uh, laten we eerst even kijken wat zijn je genen nou eigenlijk. Nou, je genen is het eigenlijk het genetisch materiaal. Wat je overerft van je ouders. Dus je hebt een half. Uh, ja, je hebt wat van je zaadcellen van je vader gekregen. Je wat van de eicellen van je moeder. En dat smelt dan samen. En dan vormt je jouw genetisch pakketje. Nou, op het moment dat je die genen hebt. Dus die zitten in je celkern, in je cellen. Um, dan zitten ze daar netjes opgerold. En komen ze tot expressie. Als er uh, verschillende eiwitten gemaakt moeten worden. En ja, wij zijn uiteindelijk het eiwit producerende machine. Um, bijvoorbeeld spieren bestaan uit actine en myosine, dat zijn spiereiwitten. Je ogen um, ja, die bestaan uit, um... even kijken, ja, je huid bestaat uit collageen, je ogen bestaan ook uit eiwitten. Schildklieren maken schildklieren eiwitten, tyroxine maak je die aan. Dus zo zie je dat elke cel haar eigen eiwitten aanmaakt. En je, ei, ja, je lichaam is dus eigenlijk een pro eiwit producerende machine. En die codes om die eiwitten aan te maken, die liggen verstopt in je genen. En um, ja, ik zei het dus al, als het gen tot expressie komt... dan pas kunnen de bijbehorende eiwetten, eiwitten aangemaakt worden... die jou sturen naar gezondheid of ongezondheid. Dus op het moment dat jij genen tot expressie laat komen... met bepaalde codes die... Um, eiwitten aanmaken die ziekte uitlokken bijvoorbeeld, of die ja, lage kwaliteit eiwitten aanmaken en dus ziekte uit uitlokken, kan het dus zijn dat je daardoor niet langer gezond blijft. Maar wat zorgt er dan voor dat je, je bepaalde genen wel of niet tot expressie laat brengen? Nou, um, genen tot expressie brengen betekent ook wel genetische expressie. En dat klinkt misschien heel ingewikkeld, maar dat is niet veel anders dan um, bijvoorbeeld: je hebt een uh, computer, en um, daar zitten allemaal bestanden op. Weet je wel, daar heb je, uh, je hebt familiefoto's, of je hebt foto's met vrienden erop, je, je bestanden voor school staan erop, voor je werk, uh, je mail. Uh, allerlei data die je dan in kan zien. ...op het moment dat jij je computer ontgrendelt. Dus je hebt een wachtwoord nodig... ...om... ...die computer te ontgrendelen. Dus uh, ja... ...ik zie het dan even als een sleutel. Nou, maar je open je die pc en vervolgens kan je die bestanden inzien. Maar hetzelfde is eigenlijk met je genen. Want op het moment dat je... Ja, je genen kan je ook al zien als een soort van database met allerlei bestanden en allerlei um, ja heel veel uh, codes voor verschillende eiwitten, voor verschillende eigenschappen die je wel of niet kan ontgrendelen. Dus je kan het bijvoorbeeld zien als heel veel verschillende um, pc'tjes die je dan um, ja, met een sleutel uh, kan ontgrendelen. En um, die sleutel, dat is dan een regulerend eiwit. Dus dit zijn reguleren, regulerende eiwitten. Um, die ervoor zorgen dat je computer wel of niet ontgrendeld wordt en dat die um, bestanden wel of niet kunt inzien. Dus dat die genen wel of niet tot expressie zullen komen. Dus op het moment dat je de verkeerde pc's uh, ontgrendelt, ja, zul je dus de verkeerde genen tot expressie laten komen, waardoor je dus ziekte creëert. Op het moment dat je die genen weer vergrendelt, die, die, die um, computers waar bijvoorbeeld een virus op staat, laat ik het zomaar even vergelijken. Dus je zit een, um, een virus op, dus dat um, ja, wil je vergrendeld houden. Ja, en als je dan weer de, de vitaliteitscomputers, uh, om het zo maar even te noemen, uh, wel ontgrendelt, dan zal je ook weer vitaliteit creëren in je leven. En daarbij zijn dus die regulerende, betrokken uh, regulerende eiwitten betrokken, die dan de uh, computers als het ware vergrendelen of ontgrendelen en zo de genetische expressie veranderen. Dus uh, op het moment dat je de juiste genen tot expressie brengt, uh, maak je dus ook de juiste eiwit aan die jou uh, leiden naar een energiek leven, naar een kerngezond leven. Maar op het moment dat je de verkeerde uh, genen ontgrendelt, ja, dan koers je af richting ziekte, richting zwakte, richting uh, overgewicht, richting wat dan ook. Ontsteking in het lichaam en allerlei andere ziektes um, <kwijntes> en kwaaltjes op de lange termijn. Nou, wat... Hoe kan je die genen dan uh, f, ja, precies ontgrendelen? Nou, dat is eigenlijk met alles wat je eet, denkt, doet en voelt. Dus eigenlijk eten valt ook onder doen. Dus uh, laten we zeggen, alles wat je doet, alles wat je eet, uh, denkt en alles wat je voelt. Dus daarmee... Kan je die genetische expressie veranderen, waardoor je weer vitaliteit creëert in je leven? Nou, dat is een heel groot um, iets, dit. Tenminste, daar kan ik nogal uren over praten hoe je dat precies kan doen. Eind mei komt uh, mijn boek hier ook over uit, waar ik je precies vertel van hoe je dan weer de juiste genen kan ontgrendelen, en de juiste genen kunt vergrendelen zodat je weer afkoerst richting een kerngezond en energiek leven. En dit is ook de reden waarom ik het zelf uh, bullshit vind... dat je geboren wordt met um, ja, verschillende... Nou, 5% van de gevallen is dat wel zo. Maar overige 95% dan... dat er wordt gezegd van het zit in de familie. We zijn nou eenmaal niet zo energiek of we... We kunnen, ik kan mij nou eenmaal niet zo goed concentreren of ik ben nu eenmaal zo. Maar dit laat zien dat, ja, dat je dat zelf in de hand hebt en dat je dat zelf kan sturen. Dus ik wil je uitnodigen om die regie weer aan eigen handen te nemen en je niet langer te identificeren met allerlei labels. En ook kritischer af te vragen van hé, welke labels heb ik nou eigenlijk daadwerkelijk op mijzelf geplakt. Of welke labels probeert misschien um, mensen op mij te plakken. Um, terwijl het eigenlijk helemaal um, ja, de wetenschap laat zien dat het niet klopt. En dat je jezelf, dus, um, kan zeggen: van hé, hey, ik ben helemaal niet uh, uh, altijd maar moe of ik ben helemaal niet altijd maar uh, overprikkeld. Nee, je hebt gewoon de, de verkeerde genen ontgrendeld. En dat is uh, natuurlijk logisch als je niet weet hoe je dan die goede genen weer kunt ontgrendelen. Maar dat kun je dus doen door middel van alles wat je doet. Dus de juiste ontspanning, beweging, voeding. Alles wat je denkt, dus de juiste mindset. En alles wat je voelt. Want ook alles wat je voelt um, beïnvloedt de genetische expressie enorm. Dus uh, tot zover deze video. Ik hoop dat het duidelijk voor je is. Het is nogal een uh, complex onderwerp: epigenetica. Maar vergelijk het met een. Uh, een computer die je kunt ontgrendelen of vergrendelen. En zo de genen wel of niet tot uh, expressie, of tenminste de bestanden wel of niet kunt inzien. En um, ja, dat je als je de vitaliteitscomputers weer aanzet, dat je zo de vitaliteitsbestanden weer kunt inzien. En dat je zo de vitaliteits-vitaliteits-eiwitten kunt aanmaken. En zo je richting verandert naar een energiek en kerngezond leven. Dus tot zover dit reset-moment. In de Volgende video van volgende week, uh, leren alles over hoe je door middel van de ademhaling je staat van zijn in ieder moment kan reguleren. Dus ik zie je graag in de volgende video, volgende week maandag komt die als het goed is online. Dus dan, uh, ja, dan zie ik je dan terug. Voor nu wens ik je heel veel uh, een goede expressie van je genen toe, om het zo maar even te noemen. En dan uh, wens ik je uh, een hele mooie dag toe vandaag.